Ik sta aan het einde van de Nieuwe Havenweg in Arnhem. Hier moet Windpark Koningsplein verrijzen met 4 molens. Ik ga in gesprek met de mensen van Rijn en IJssel Energiecorporatie. Welkom bij Dit is ook Arnhem. Nu eens vertellen waar we precies staan hier in Arnhem. Nou, wij staan precies aan de buitengrens van Arnhem. Hier loopt de pleierroute omheen. Achter ons zie je Industriepark Kleefse Waard. En hier rechts van ons bevindt zich de Nieuwe Haven. Nou is er het plan al heel tijd geleden ontstaan om 4 windmolens hier te plaatsen in Arnhem. Maar wie kwam op het idee? Nou, dat kwamen we met meerdere mensen. We hadden in Arnhem zoiets van, we moeten ook eigenlijk ons eigen steentje gaan bijdragen aan de lokale opwek van duurzame energie, gezien het hele klimaatissue. En dat is al jaren sprake van. En in 2012 kwam het moment dat de verschillende dingen samenvielen. Namelijk de gemeente stelde hun eigen energiemeet in Arnhem programma vast. Waarin ze daadwerkelijk echt werk wilden maken van de lokale energieopwekking. Maarten de Keizer van Outsmart, die had zoiets van, als er iets met windenergie gaat gebeuren, dan wil ik daar heel graag aan meewerken. En wij hadden met de mensen van de energiecoöperatie, waren we net aan het starten en we hadden zoiets van, nou, als het in Arnhem gaat gebeuren, dan willen we ook dat we het met elkaar doen, met de burgers van Arnhem en de omgeving, dat iedereen er ook van mee kan profiteren, dat we hier onze eigen energie gaan opwekken. Maar hoe wist je dan al die jaren geleden dat er eventueel animo ook voor zou zijn? Dat mensen dat wel wilden? Nou, je merkte al in de jaren ervoor, maar op andere plekken waar mensen mee konden doen met windenergieprojecten, dat er naast natuurlijk de weerstand die er soms is rondom windmolens, dat er ook heel veel mensen zijn die dat echt een goede stap voor de toekomst vinden en die daar ook echt heel graag in mee willen participeren. Dus je ziet ook als windmolens eenmaal gerealiseerd kunnen worden, dat er dan heel veel mensen mee willen doen en dat er soms te veel mensen zijn die mee willen doen. Maar hoeveel mensen kunnen er meedoen? Ja, wij willen in ieder geval 1000 inschrijvers zien te krijgen. Dat we in ieder geval met 1000 mensen geld bij elkaar krijgen om het windpark mogelijk te maken. Nou denk je, goh, je ziet hier en daar als je zo rond Arnhem rijdt of net in de buitengrenzen, dan zie je wel eens een windmolen. Maar Arnhem zelf heeft geen windmolens. Nee, op dit moment hebben we geen grote windmolens. We hadden heel lang geleden hadden we er een op de Rijndijk bij de waterzuivering, hadden we een kleinere staan. Maar op dit moment hebben we alleen maar kleine windmolentjes in Arnhem. Als je dan zo'n idee hebt, hè, dat ontstond in 2012. Hoe ga je dan uiteindelijk alle mensen verzamelen die er wat van weten ook? Ja, we hebben natuurlijk heel veel experts nodig. Daarom werken we ook samen met Outsmart. Dat is een bedrijf wat in Velp gevestigd is. Die heel veel weten van beheer van windenergieparken. Zij zijn dus samen met ons de ontwikkelaar. En straks zijn we ook verenigd in PleiBV. En de 4e windmolen die staat op het terrein van Industriepark Kleefse Waard. En die wordt dus mede ontwikkeld door Raadhuis. En dat zijn dus allemaal experts op het gebied van windenergie. En waar wij als coöperatie expert in zijn, of in ieder geval willen mobiliseren, is dat we het met elkaar doen. Dus dat het echt een beweging van onderop is dat je met elkaar het mogelijk maakt. En dat is waar wij als coöperatie dus ook onze inzet op plegen. Dat we mensen bij elkaar halen sinds 2012 die echt heel graag mee willen doen. Ja, wij staan nu op de plek waar dan de 4 windmolens moeten komen te staan. Kun je even aangeven hoe ze precies komen te staan? En ten opzichte van de brug, ten opzichte van de Kleefse Waard? Ja, ze komen precies tussen de Kleefse Waard en de pleierroute komen ze in te staan. De eerste begint hier net achter die bossages. En dan zitten elke keer bijna 500 meter tussen. Dus we volgen de lijn van de pleierroute.
De derde windmolen staat dan net op een punt van het industriepark. Dus dat is de molen die ook energie gaat leveren aan het industriepark hierachter. En de achterste komt dan op de voormalige plek van de grondbank te staan. Dus maar het zijn er vier, waarvan er drie, daarvan wordt de stroom geleverd. En eentje die gaat de stroom leveren voor de Kleefse Waard. Ja, precies. Dus die gaat de bedrijven hier voorzien. Die gebruiken natuurlijk ook behoorlijk wat energie. En die gaat de bedrijven van lokale energie voorzien. Ja, er is gekozen voor vier windmolens. Waarom dat aantal? Er zijn drie partijen die heel belangrijk zijn in dit hele traject. Dat is de gemeente Arnhem. Die is verantwoordelijk voor de vergunningen, locatie, dat soort zaken. De ontwikkelaars, dus Plei, Raadhuis en de coöperatie. Staan we voor het participatieve stuk. En de gemeente heeft in aanloop naar het hele traject hebben ze op verschillende locaties gekeken wat kan en wat mogelijk is. En er worden allerlei factoren meegenomen als wat doet het voor de omgeving, wat doet het op veilig vlak van veiligheid. En dit is de plek die uiteindelijk gekozen is en praktisch passen hier vier molens. Dus dat heeft geleid, dat hele onderzoek heeft geleid tot deze plek met vier molens. We zitten hier eigenlijk in de buurt van Maalburgen, ja. Westervoort, Presikhaaf. Ja. Hebben deze bewoners een stem? Ja, die hebben zeker een stem. Sowieso in de aanloop. In het begin hebben we heel veel gesprekken gevoerd, dus informatieve gesprekken. We zitten nu veel meer in de fase van dat we echt gaan kijken van hoe gaan we dit park realiseren en welke turbines gaan we mee aan de slag, welke type molens komen hier, die passen binnen de vergunning. En om de omgeving daarin ook een stem te geven, hebben we een omgevingsraad in het leven geroepen. En die bestaat uit afgevaardigden van de wijken die u net noemt. Zij mogen meedenken over wat vinden zij belangrijk om mee te nemen in het selecteren van een leverancier. Dus zij geven een advies aan de ontwikkelaar en aan ons. En dat zullen we meenemen. Dus zij krijgen zeker een stem. Als je heel erg geïnteresseerd bent in windenergie, dan zit je goed. Hè, nu er dan vier windmolens zouden komen in Arnhem. Maar zijn er ook mensen die bezwaren hebben aangetekend en dat jullie daar ook kennis van hebben genomen? Ja, zeker. Dus in het hele traject, onder andere het vergunningstraject, er zit natuurlijk een officiële periode in. Dan liggen de plannen ter inzage en dan mogen de mensen bezwaar aantekenen. Dat is ook gebeurd, uiteraard. Dat was ook de verwachting. Die hebben we ook ingezien. En enerzijds is er officieel gereageerd op die bezwaren en anderzijds proberen we toch met de omwonenden in gesprek te gaan van hoe zitten we daarin en hoe kijken zij ernaar en wat is het werkelijke beeld. Neem niet weg dat we komen van een andere plek. Wij willen heel graag dat windenergie gerealiseerd wordt en zij kijken erop uit en willen liever niet dat ze hier op deze specifieke plek komen. Dus waar mogelijk zoeken we de gezamenlijkheid en waar niet mogelijk proberen we daar wel het gesprek nog over aan te houden. Meningsverschillen zullen er blijven. Maar goed, dan hebben we het over horizonvervuiling. Maar uiteindelijk denk je wel dat het jullie lukt om dit te realiseren, ondanks al die bezwaren? Het is niet alleen horizonvervuiling. De omgeving heeft met name bezwaar op bijvoorbeeld geluid en slagschaduw. Daar zijn ontzettend veel onderzoeken ook voor gedaan. Daar heb je een hele procedure voor waarbij je je moet passen. De vergunning die is afgegeven, binnen die vergunning moeten wij opereren. En daar wordt natuurlijk rekening gehouden aan wet en regelgeving die geldt voor de omgeving. Dus wat we gaan realiseren valt binnen de vergunning en dat valt weer binnen wet en regelgeving. En daar doen we het mee. Stel, je wil heel graag meedoen met dit project. Ja. Ja, wat moet je dan doen en hoeveel kost het je dan? Ja, we hebben het zo georganiseerd. We willen dus als coöperatie dat de windmolens van Arnhem en de omgeving worden. Dus dat mensen eigenaar kunnen worden van deze windmolen. Dat hebben we in een financiële participatievorm gegeven. Dat wil dus zeggen dat je geld inlegt en dat draagt bij aan het eigen vermogen om het project te realiseren. Dat doen we middels windcertificaten, die delen we uit, of die geven we uit, windaandelen. Eén windaandeel kost €250. Moet je er snel bij zijn als je mee wilt doen in dit project? Ja, wij denken van wel. De fasering in het project is dat er zijn een aantal belangrijke punten die de zekerheid van het project groter maken. Nou, in juni hebben we een hele belangrijke gehad, zijn de vergunningen door de gemeente uitgegeven. In januari hopen we dat de subsidie, de SDE, toegekend gaat worden. Dat geeft meer zekerheid onder het project. En we verwachten dat als de SDE toegekend gaat worden, dat mensen dan
nog. We zagen al bij de vergunningen dat mensen meer geïnteresseerd waren. We verwachten dat bij de SDE, als die toegekend wordt, dat dan de interesse ook weer groter zal zijn. Dus we hebben het zo georganiseerd dat je kunt je nu voor inschrijven. Dat betekent dat je nu aangeeft interesse te hebben. Dat is nog geen verplichting, maar wel een indicatie van ik wil meedoen. Als je hebt voor ingeschreven, dan kunnen we garanderen dat je minimaal een aantal certificaten kunt aanschaffen. Die voorinschrijving loopt tot en met de SDE-toekenning. Daarna stoppen we met voorinschrijving. Dus als je je daarna inschrijft en het is uitverkocht, we zijn vol, dan val je er buiten. Dus we hopen dat we over ingeschreven worden. Maar aan de andere kant hopen we ook dat we iedereen kunnen aanbieden. En dat organiseren we middels die voorinschrijvingen. Hoeveel huishoudens kunnen gebruik maken van de windenergie die jullie willen opwekken? Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk een van de belangrijkste dingen. En dat zijn er wel 8000. En als je bekijkt dat we in Nederland nog een hele lange weg te gaan hebben met het opwekken van duurzame energie, dan is dit een eerste goede stap in de richting. En zijn het dan de Arnhemmers die die windenergie afnemen of gaat het ook om andere gemeenten? In principe kunnen mensen van rondom Arnhem kunnen meedoen en mede-eigenaar worden van een stukje windmolen. En eigenlijk zijn we nu al een heel tijd bezig, hè, met het project, al sinds 2012. Nu is het 2017. Hoe gaat dit jaar er nog voor het project uitzien en waar gaan we naartoe? Even kijken, ja, er moeten nog een aantal stappen genomen worden. Ten eerste moeten we dus het eigen vermogen volledig bij elkaar krijgen. Nu doen zo'n 375 mensen die doen al mee. En we hebben al meer dan de helft van het vermogen wat we willen ophalen opgehaald. Dus, hoeveel is dat, David? We hebben nu op papier hebben we meer dan 1 miljoen euro opgehaald. En hoeveel moet het uiteindelijk worden? We willen in totaal 2,4 miljoen euro ophalen. En denk je dat dat gaat lukken? Nou ja, daar gaan we natuurlijk zeker vanuit dat dat gaat lukken. Als je kijkt naar andere projecten, dan ging dat eigenlijk supersnel. En wij verwachten dat het hier ook niet lang zal duren voordat het vol ingeschreven is. Als je het hebt over de inschrijving, hoe gaat het in zijn werk? Je kunt voor inschrijven, dat kost 25 euro en dan krijg je recht om in ieder geval 8 windaandelen te kunnen kopen. En vervolgens komt er een moment dat we zeker weten dat het doorgaat en dan gaan we ook de gelden ophalen. En 1 aandeel kost 250 euro. Nou kan ik me voorstellen dat je dus meerdere aandelen wil kopen. Dat klopt. Het verschilt heel erg hoeveel mensen er nemen. Sommige mensen die niet zoveel geld hebben, maar die wel idealistisch volledig hierachter staan, die nemen er meestal 1 of 2. Maar er zijn ook mensen en die willen graag, die willen er misschien wel 80. En die doen het dan ook voor het rendement. Want het rendement is namelijk ook nog heel goed. Kun je daar iets over uitleggen, over dat rendement? Ja, het rendement zit ongeveer zo in elkaar. Stel dat je 1000 euro inlegt. Het project loopt 20 jaar. Dan krijg je na 20 jaar krijg je 1700 euro daarvoor terug. En dat is een stuk meer dan dat je dat bij de bank kunt krijgen. Nu levert windenergie ook rendement op. Wat gebeurt er met dat rendement? Ja, windenergie levert zeker rendement op. Naast de groene bijdrage natuurlijk is het ook een financieel rendement. Nou, daarvan willen we ook dat de participanten die profiteren daarvan. Daar staan we als coöperatie voor. Maar als coöperatie vinden we het ook heel erg belangrijk dat de omgeving ervan profiteert. Dus de mensen die om die molens heen wonen. En zodoende hebben we ervoor gepleit dat in het project ook een omgevingsfonds gerealiseerd gaat worden. Wat wil zeggen dat uit het rendement wordt een klein deel wordt jaarlijks afgedragen aan een fonds. En de omgeving mag dat fonds gaan beheren. En zij kunnen zelf gaan bepalen wat ze met die gelden gaan doen. We hebben dus geen idee wat daarmee gaat gebeuren. Maar dat kan, het moet ten goede komen aan de omgeving en verbetering van de kwaliteit van de omgeving. En dat kan variëren van een aanleg van een speeltuin bijvoorbeeld. Dat is wat je in de praktijk wel ziet. Tot het verfraaien van parken. Maar misschien dat de buurt er zelf iets mee wil gaan doen. Dat is aan hun om dat te bepalen. Zijn er ook mensen die misschien buiten de boot vallen omdat ze te laat inschrijven? Ja, dat zou heel goed kunnen. Wat ons betreft verkopen we natuurlijk zo snel mogelijk uit. En gaan we ook zo snel mogelijk aan de slag met de bouw van de molens. Maar ja, tot nu toe is er nog wel ruimte. Wat moet je doen om uiteindelijk mee te kunnen doen met Koningsplei? Even kijken, je kunt je inschrijven op onze website.
En dan moet je een bedrag van 25 euro overmaken. En dan, dan heb je al recht om die aandelen te kunnen kopen. En je bent sinds een jaar gestart met die campagne. Hoe loopt dat? Ja, dat loopt. Het duurt natuurlijk even voordat je bekendheid hebt. Maar de laatste tijd zien we, zeker sinds de gemeenteraad unaniem heeft besloten dat dit er moet komen, stijgt het aantal echt heel sterk. Wanneer, dat is natuurlijk de hamvraag, zullen hier de molens verschijnen? Ja, als alles goed gaat en er geen tegenslagen zijn, dan kunnen we eind 2018 de eerste stroom aan het net leveren. En dan ben je daar wel heel erg gerust op dat het allemaal gaat lukken? Nou, daar zijn we eigenlijk best heel erg gerust op. Want we hebben natuurlijk een hele lange zorgvuldige voorbereiding gehad. En we zien dat steeds meer Arnhemmers mee gaan doen. Dus ja, als jullie ook mee willen doen, ik zou zeggen vooral doen. Het is goed voor je portemonnee, maar het is ook heel goed voor de duurzame energie die we in Nederland moeten opwekken.